Hier zat Sint-Roekie altijd. Hij komt hier maar binnen. Nou, we zijn alle meneer, dat is ook wat. Oh, die deuren zijn toch echt, hè? Ja, die deur, dat is allemaal echt, joh. Ja, dat is echt. Nee, ik zeg, komt u maar binnen. Kom binnen, jongens. Ja. Oh. We willen niks vies maken of zo. Maar hier zijn we vroeger allemaal geweest. De kachel, kijk dan. De kachel. Oh, de kachel, ja. Wat gaaf. Komt u maar binnen kijken? Ontzettend leuk, meneer. Bedankt dat we even mogen kijken. Nou, maar ik vind het ook leuk. De schuifdeuren. Ja, die zitten er zelfs nog in. Oh. Nou, dat heb ik ook helemaal hersteld. Onwijs leuk. Mijn moeder vertelde wel eens, als ik eens voor dan aan zit, tweeën. Ze zegt, je had helemaal niet in de gaten. Want alle aanhang, vrienden, vriendinnen, alles kwam mee. En dat je hier dan gewoon met 25 man zat te eten, dat is toch bizar. 14 kinderen hadden mijn opa en oma. Ja. En toen die tienerleeftijd kwamen, brachten ze natuurlijk ook allemaal nog vrienden en vriendinnen mee. En dat zat hier dan gewoon allemaal. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Kijk, ziet er nog zo zitten hier. Ja, ja, er was hier ook geen tv aan het sluiten mee. Nee, helemaal niet. Nee, die schuifdeuren zitten er wel, hè? Hallo? Ja, ik heb zo'n. Die zit er ook in. Ja, ja, dat doet zitten. Wat is dit? Het schuurtje, kijk, dat schuurtje staat er ook. Nee, ik mag er ook wel kijken. Want ik vind het wel leuk. Ik vind het echt leuk dat we even een kijkje doen. Ja, geweldig. Oma had haar boeken met haar telefoon. Ja, daar lag oma in het bed. Ja, bed plastic roosjes in zijn naam. Ja, ja. Oh, dit is echt heel bijzonder. Gaaf, hè? Echt leuk. Wat bijzonder. Die schuifdeuren. Zo'n zitstoeltje had ze dan. Ja, de kleinkinderen aan die kant en dan de grote daar. En dan andere Ewart stond hier zo'n tafel. En dan ging hij als een soort olifant er zo overheen lopen. Ja. Geweldig. Ja. Maar, nee, maar ik had ook een vraag. Hoe zag het eruit helemaal in het begin? Want wilt u in die foto's? Ik heb foto's voor u. Van toen. Begin, ja, wat is begin? Ik heb geen idee. Nee, maar er moeten andere deuren hebben gezeten. Daar heb ik wel foto's van. Maar heeft u deze deuren gezien? Dit zijn de originele deuren. Het is originele deuren. Ja, er zat zelfs wat op toen wij hierin kwamen. Dat heb ik allemaal afgehaald. Al van die platen. De platen zaten er. Ja, en dit kan ik me herinneren, hoor. Al van die paneel. Ja, dat denk ik wel. Die kelder. Ja, en nou, het enige is dat die deuren hebben omgedraaid. Die keuken is ook. Nee, deze deuren. Oh, die gaan anders open. Draaien. Okay. Naar de kast open, niet naar binnen. Ja, okay. Ik vond dat onhandig. Ja. Maar het is niet zo dat scheurwater eruit ging en u erin kwam. Toen stond het leeg. Dus na oma? Oma bent u hier? 93. Oma is in 93 overleden. Oh, ja. Dus u bent de volgende bewoner dus? Ja, tweede bewoner dan. Nou. Ja, grappig. Foto's van het tuinval. Daar hebben we er heel veel van. Eten wordt koud. Ja. Nee, want dit is niet... En Debbie, en Kees en Piet. Debbie niet. Nee, hoor je niet. Heeft u een zolder erbij? Gonnie. Ja, een zolder, ja. Een zolder. Ja. Gonnie, Marco. Maar zonder raam. Ja, een zolderraampje zit erin. Volgens mij zijn mijn vader dat er met zeven jongens op de zolder zat. Ja, dat moest wel. Ja, en gingen eerst de kleintjes naar bed en die werden bij elkaar geschoven. En dan werden de honden deze gebruikt. Ik kan me iets meer voorstellen. Ja, 14 kinderen. Die moest je kwijt. Het is echt een schuifdeur. Ja. Ja, hier zat toch een kast, Nou, ja, dat waren dichte kasten. Ja, maar dat glas, dat hebben we gehandhaafd. Ja. Dit is dus door... aan de andere kant dus ook. En aan de onderkant waren schuifdeurtjes en dat waren ook schuifdeurtjes. En zat er in, die deurtjes heb ik erin gemaakt. Ja, daar zat toch glas en lood in deze deur? Nee. Oh, het zaten kleine ruitjes in. Kleine ruitjes. En ik denk dat, zo ik
Heel veel mensen hebben dat. Was ook moeilijk schoonmaken, al die kleine ruisjes. Ja. En dat, tenminste, dat is, daarna hebben ze dus een grote ruit ingemaakt. Ja. En wanneer bent u hier ingekomen? 93. Nee, nee, nee. Ja, dat is echt. Maar ze zijn overleden, toch? Ja, het is wel. Ja. Ja. Nou, wij hebben hier allemaal gelogeerd. Ja. Allemaal? Ja. Hier? Ja. Nou, dat denk ik niet. Nee, ik wel. Nee, ik wel hoor. Ja, ik heb ook wel gelogeerd. Ja. Niet veel, maar één of twee nachten met Yvonne. Met Yvonne hier is hier geslapen. Ja. 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 Die kant weer volgens mij een boom. En dan is er zo'n schilderij met zijn jacht. Ja. En van de tuin. En die kelderkant weer. Ja, dat is een boodschapje. Ja. Bij Arendse en bij de... Ja. Nou, de, het ziet er bijna nog hetzelfde uit. En dan ging wat nou, de, nou ja, ik heb gewoon alle dingen laten staan die door... ik noem die heg. Het is echt wel origineel zoals je het toen aan. Ja, maar ja, iedereen haalt dat ding weg en ik ben er gewoon geknipt. En er stond een muurtje voor. Weet jij dat nog, Sam? En aan deze kant stond er een muurtje voor. Aan, aan de andere kant stond er ook een muurtje, dus aan de burenkant. Maar die idee was ja, en maar, ja, hoe fout al met geduld ik het dat ik viel dus om. Ja, dat kan me ook nog herinneren. En hier werden altijd de statiefoto's gemaakt, hè? Ja, ja. Altijd hier bloemen, op dit stukje, en, met bloemen dat, eromheen. Foto's had ze dan in de handen, ja, met verjaardagen, ja, en zo, ja. Ja, heel leuk. Dat is een nutje, ja. Gaaf. Ontzettend leuk. Heel leuk. Nou, dit, u heeft er wel wat moois van gemaakt. Leuk hoor. Nou, dit was een heel smal tegelrandje vlak voor de deur. Ja, de, ja, een klein stukje. En een paardje langs de schuur. Ja, en de rest was een bak, toch? Met allemaal bloemen en planten, of niet? Een perkje. Ja, ja, er waren... Ja. En die stok hing er ook nog aan vroeger dan de mat of uit het knop. Ja! Zo'n stang altijd. Nou, er zat wel een stalen buis in de grond, waarschijnlijk voor. Een waslijn. Voor een molen of zoiets dergelijks. Ja, die zit er trouwens nog in. Ja, oké. Zijn we thuis? Ja, dat doen we net op je thuis weer. Ja. Ja, die wandelen. Ja, die wandelen. Ja, mooi, hè? Nou, laatste adresje. Zijn hele dag al op pad. Oh. Leuk. 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 Een stukje weg van buur gehad. Ja, ik vond dat. Een stukje marmer. Die was weg. Ja, ja, gebroken of weet ik niet. Kun je niet herinneren? Nee. 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 Kun je dit niet herinneren? Ja, ik wel. Nee. Ik zeg wel in een foto maken voor opa's en zo. Die laat zien dat echt niet... Weet je, ik was hier met Nilders achter. Weet je hoe vol het hier was? Ja. Ik zag helemaal niks door de mensen. Ja, het was net alsof je gewoon een tuintje loopt. Ja, bizar. Mooi hoor. Ja, schitterend. Echt waar. Echt gaaf. Oh, kijk ook nog dat gordijn zo bij de deur. Dat stond oma ook. Oh ja. 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 Een bloemengordijn, toch? Zo, zo, ja, zo'n druk ding. Ja, een heel druk ding, ja. Dat is allemaal donker. Ja. Ja. En toen kregen we eerst dit huis niet. En later kregen we het wet. Oké. Nou. Wilt u van ons een foto nemen daar buiten in het tuintje? Mag dat? Nou, ik mag hier een DVD of een stukje van... Oh, dat is ook leuk, zeg. Wat?
Nou, we worden gefilmd en zeg je mag er ook eens iets op een DVD zetten. Maar wat we nu filmen. Ah, oké. En die kerk was nog een. Ja, deze kan dat ook. Deze die kan ook filmen. Klopt. De buiten van? Ja. Hier maar de terug. Ja. Ja. Ziet er een buitje? Ja. 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 Dat wordt weer mooi. Ja. Ja. Zal die dicht voor u maar? Ja. Ja, oh, ik ben hier. Zou ik overgaan? Ja, dat is een AOE. Nou, ik kan ook. Ja, ja.